We zitten voor de laatste keer hier op 1hoog live vanaf de wedren. Dus dat is ook meteen de laatste kans om ons Vierdaagse Museum te vullen met bijzondere voorwerpen en hele mooie, bijzondere bijbehorende verhalen. En het eerste voorwerp van vandaag is meteen een tamelijk ingrijpend voorwerp. In ieder geval qua verhaal betreft. En dat gaat over Margreet en Jan Thijssen. Wat fijn dat jullie er zijn. Margreet, welk voorwerp hebben jullie meegenomen? Wij hebben het bord meegenomen wat jarenlang achter de rolstoel van onze gehandicapte zoon heeft gestaan tijdens die Vierdaagse. Hij was vier dagen aanwezig en het bord staat daar. Ja, het is een heel groot bord. Jullie zijn keigoed en ik ben Davy. Hij was helemaal verliefd op de Vierdaagse, hè, Jan. En hij kon zelf niet meelopen. Waarom was dat? Nou, hij was vanaf zijn geboorte meervoudig gehandicapt. Zat dan ook in een rolstoel. En hij kon zelf niet sporten of zo, maar hij was wel gek op sport. Ja. En op een gegeven moment gingen we één keer naar de Vierdaagse en hij en wij ook, maar hij vooral was verkocht. Ja. En sindsdien is het balletje gaan rollen en is hij er heel vaak, zo niet bijna altijd geweest. Ja, ik heb hem ook langs de route zien zitten en daar hebben we toen ook beelden van gemaakt. Zullen we even kijken? Ja. Ja. Altijd eigenlijk het leukste van alle vierde dagen. Want ik zat niet alleen hier, ik zat elke dag. Ik was altijd een kraag gezien in de kast. Maakte een leuk praatje. De andere kwam met zijn hand richting mij en vroeg om een high five. En, ja. Hij heeft door de jaren ook heen heel veel souvenirs gekregen. Dat wij bijna niet wisten hoe dat we het in de auto moesten proppen. Een fluitje. Petten in overvloed. Medaille van een van de wandelaars. Ja, die geven hun eigen medailles aan Davy. Omdat ze vinden dat Davy dat verdient. Kijk, hier hebben we er nog meer. Ja, Margreet, Jan, dan zie je hem even weer langs de route zitten. Ja. De laatste jaren kon hij niet meer zelf naar de route, want de ziekte werd steeds erger. Hoe heette zijn ziekte? Nou, zijn ziekte had geen naam eigenlijk, maar hij is geboren na een probleemvolle zwangerschap. Ik was zwanger van een tweeling. En op het laatst van mijn zwangerschap is een van de twee jongetjes overleden. En daardoor heeft Davy deze handicap gekregen. Aha. De laatste jaren was het te zwaar voor hem om naar de route te gaan. Ja. Hij ging niet thuis zitten kijken. Ja. En zo belangrijk was het voor hem, hè? Inderdaad, ja. Ja, hij genoot gewoon van de Vierdaagse. En geen programma miste hij. En alles moest opgenomen worden. En dan kon hij later op zijn eigen manier, eigen tempo kijken. Ja. Wanneer dat het hem wel lukte. Nou is Davy in 2018 overleden, Jan. Nou komen jullie een bord naar het museum brengen. Hoe is het voor jullie nu weer om naar die beelden te kijken? Ja, apart. Je verwacht eigenlijk, en het is natuurlijk ook dat je dan overladen wordt met emotie. Ja, die emotie die hebben we het hele jaar door en zullen we ook ons hele leven waarschijnlijk blijven houden. Ja. Maar ik moet zeggen, dit is een, laat het zo noemen, een goede herinnering. En helpt het ook nu om het even samen erover te hebben, Margreet? Ja, ja, je hebt toch het gevoel dat hij er weer een beetje bij is. Mm-hmm. Ja. Dat is inderdaad toch wel fijn om dat zo mee te maken. Ja, ik kan me ook voorstellen dat het voor jullie nu weer heel dichtbij komt. Ja, heel dichtbij. Ja. Ja, het is net of dat het weer als van oud is. Alleen, ja, hij is er jammer genoeg niet meer bij. Nee, dus, ik ben heel blij dat jullie het hier komen vertellen. Bord gaat nu het museum in. Ik vraag even aan Odette, gastconservator van het museum. Wat vind je van het verhaal en dat zo'n mooi historisch Vierdaagse bord hier nu naartoe komt? Ja, dat is natuurlijk wel heel belangrijk. Want ik denk ook voor veel, als eerste ook voor veel wandelaars, was het een belangrijk punt op de route. Maar ik vind het fantastisch dat jullie dit hier ook kunnen vertellen ook. En ik denk dat het ook eigenlijk wel symbool staat voor zoveel mensen die niet aanwezig kunnen zijn nu bij de Vierdaagse. Want zoveel mensen lopen nu met het gemis van iemand die vorig jaar, het jaar daarvoor, altijd meeliep. Dus ik denk dat dat ook daar symbool voor staat. Dus bedankt voor jullie verhaal. Ja. Jan, kan je afstand doen van het bord?
Ja, dat wel. Het is op een gegeven moment een heel proces natuurlijk ook. In het begin dan denk je van, nou, we bewaren alles wat het dan ook is. En op een gegeven moment heb je wat dingen waarvan je zegt van, nou, ja, toch maar wegdoen. En dit geeft, hoe raar het ook klinkt, toch wel ergens een goed gevoel. Van de ene kant is het zo dat je weer een stukje afscheid neemt eigenlijk. Maar van de andere kant is het ook een afsluiting van, en ja, het is cru gezegd, maar goed zo. Ja, ja Margreet, wil je er nog iets aan toevoegen? Nee, of is het goed hij zo? Heeft het mooi verwoord. En ja, ik heb jaren gedacht van, wat moeten we toch met dat bord? En ja, dit is de juiste plek. Ik vind het echt ontzettend dapper dat jullie het meegebracht hebben. Dank jullie wel daarvoor. Ik merk dat het jullie heel veel doet. Ja. En mij ook. We zijn een beetje moe aan het worden door de week heen. Kan me voorstellen. Ja, het is een beetje het is een verdrietig, maar ook een heel mooi verhaal. Ja, dank jullie wel.